zondag en is aanvankelijk van start gegaan om de kindjes in het Hoornbos een kans te geven om zich te amuseren of om bepaalde activiteiten te doen. Het is volledig gratis, as you see. Ja, en vandaag zijn er vijf springkastelen, want misschien moet je lopen. Ja. Als je hierachter ziet. En er is ook een grote eentjesvangst waar dat ze een gratis cadeautje hebben. Ja. En ik ben 6 jaar oud. Ik ben Lamarana, ik ben 8 jaar. Ik ga naar school in de onderwijs. Oké. Okay. En vinden jullie het leuk vandaag? Ja, heel leuk. Wat is het leukste aan een dag? De klimmer met de bananen. En ook de visjes en dat. En? Dingen. En als we een kaartje winnen, mogen we een cadeautje gaan halen. Ik wil voetbal. Jij wilt voetballen? Ja. En ik wil graag dansen. Bij ons zou ik graag een grotere speelplaats en meer speeltuigen. En ik wou een leukere speelgoed en dat er een springkasteel was. En ook bij Kaspen in de vakantie was ik al geweest en ik was op een springkasteel. Donc je m'appelle Eliana Sanchez Cresceno. J'ai 11 ans et mon école, elle est à Molenbeek. Et je suis contente d'être venue ici, même si c'est un peu mouillé, c'est pas grave. Au moins, on s'est bien amusé quand même. On a fait le trampoline et tout, c'est bien. Ik noem Maxime, ik heb 11 jaar. Ik ben Olivia, ik ben ook 11 jaar en ik ga op school in de Wonderwet. Ik doe karate in Wallonië. Oké. En ik doe volleybal in Trokkenbos. Oké. En zijn er andere dingen die jullie graag zouden willen doen in jullie vrije tijd? Niet echt. Ik zou meer studeren voor mijn toetsen. En zijn er dingen die je graag zou zien in Trokkenbos? Van, dat zou cool zijn, zouden we dat hebben of dat... Een tekenschool. Een tekenschool? Ik weet niet of dat er is, maar met vuurwerk hier in de gemeente. Vuurwerk, zo. Als het een feest is, zo vuurwerk. Ja, oké. En nog iets? Dat we een groot spel doen met de lagere scholen van de Franse school en van de Nederlandse. Moi, je m'appelle Luigi. Oké. Moi, je m'appelle Laurence. Oké. Et vos enfants? Zoé. Léon. Bonjour, Léon. Léon. Léo. Léo, ok. Et sinon, qu'est-ce que vous aimeriez bien faire si vous aviez le temps, non? J'aimerais bien faire de la danse. La danse? Pas classique, mais hip-hop, tout ça. Okay. Juste qui bouge, quoi. Toi aussi? Ok, cool. Plus d'activités? Plus de trucs comme maintenant. Petits jeux comme ça, de temps en temps. Un peu plus souvent, tous les mois ou une fois par mois. Ok. Comme ça. Ça va. En zeg eens, wat zijn zo de troeven van de gemeente? Hoe zegt u? De troeven, de beste dingen van de gemeente. Beste troeven, wat we nu zien. Hè? En ze zijn Trokkenbos helemaal aan het opbeuren. Al de straten. Hè? Okay. En nu de lange straat nog aan de andere kant en komt de noorden. Voilà. En is er iets dat u graag zou willen zeggen aan de andere inwoners van Trokkenbos? Nee, gewoon zeggen, doe zo goed. Je m'appelle Nicole, j'ai 10 ans, j'habite à Trokkenbos, je suis à l'école Le Petit Chemin. Et voilà. Ben moi je viens chaque année. Tu viens chaque année ici? Ok. Et dans ton temps libre, qu'est-ce que tu fais? Des fois je vais faire du vélo, aller au parc, des fois je joue et voilà. Et qu'est-ce que tu aimerais bien faire dans ton temps libre encore? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il y ait à Trokkenbos pour que tu puisses faire? Avoir une grande plaine de jeux. Et tu vas à la plaine de jeux? Oui, mais cette année, je ne vais pas y aller. Ah bon? Et c'est chouette, t'aimes bien? Oui. Ouais. Et pourquoi tu vas pas cette année? Parce que je vais dans mon pays d'origine. Ah, c'est où? Le Brésil.
au Brésil. Muito obrigado. Ah, ça se dit comme ça. Cool. Et est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu veux dire à tous les enfants de Drogenbos? Que c'est vraiment chouette de venir ici chaque année. Et mais même s'il ne fait pas beau, moi je suis quand même venue. Mon nom est Maïssa. Ik ben 10 jaar en ik ben leerling in GBS de onderwijzer. Ik vind die rapids van daar wel tof en ik heb die ook al gedaan. En ja, dat is het leukste wat ik hier vond. Okay. Ik zou voorstellen dat we misschien een soort van... Want vorig jaar was er een trampoline met een soort disco-trampoline en dat vond ik wel tof. Maar nu is het wel jammer dat nu niet is. Ja, ik zou graag een muziekinstrument leren bespelen en om zo wel iets van muziek te kunnen afweten en zo. Is er nog iets dat jullie willen zeggen aan alle kindjes van Drogenbos? Nee. Ja, flink blijven, niet pesten. Voilà. Oké. Okay. Niks? Kunnen jullie dag zeggen, dag Drogenbos? Dag Drogenbos. Au revoir Drogenbos. Bonjour, Drogenbos! Merci beaucoup, famille. We willen graag zeggen dat ze moeten goede regels volgen. Ik vind mijn vrienden super tof. Oké, dat is het? Ja. Oké, okay, dag, Drogenbos. Dag. Dag, Drogenbos. Dag. Dag, Drogenbos. Dag.